Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag ben ik hier. Ja, dat klinkt lekker, hè? Dat vinden we allemaal lekker klinken. Welkom vandaag bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar de parodieën die gemaakt zijn op Ik Draai. Inmiddels staan we 6 trending. Heel raar hoe het gaat met trending. Er zijn flink wat parodieën en reacties op gemaakt. Ik ben hartstikke benieuwd. Hopelijk is het een beetje goed. Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Doe even abonneren. Zoals je ziet, ik heb 562.000 abonnees. Ik moet voor mijn verjaardag 600.000 hebben. Anders is het... Ik ben over 2 maanden jarig, iets minder. 38.000 abonnees in 2 maanden. Dat zou fantastisch zijn. Gaat dat lukken? Ik weet niet, maar als je niet abonneert bent, doe het zeker niet beneden. En laten we dan maar gaan kijken naar de allereerste. De allereerste is uiteraard een oude bekende. Triflo. Ja. Ik weet niet, ze komen echt elke keer in mijn video. Ze hebben nog steeds 2,95k, zeg maar, bijna 3000 abonnees. Nou, ik ben benieuwd. Ah, deze video bevat geen betaalde samenwerking. Nou, deze video ook niet. Maar ben je nou op zoek naar Formule 1 om te pre-orderen? Ga naar gamekoning.nl. En heb een lekker avondje, weet je. Je bent met je vriendin, je bent er ongeveer, je bent met je vriend. En je zit lekker, lekker een beetje tv te kijken. Denk je, ja, saai, alles op Netflix gezien. Pathé thuiskaart op Ik Wil Te Goed. Voor 6 euro heb je een HD film. Echt helemaal de film experience. Koop je een bakje popcorn. Die verkopen wij dan weer niet, dat is jammer. Dit verkopen wij via ikwiltegoed.nl. Check het beneden. En als het goed is, dat deze video komt, is het 10e season uit op FIFA 21. Wil je daarvoor nou 4 punten? Ga ook naar Ik Wil Te Goed. Oké, laten we maar kijken naar Triflo. Trouwens, dit was geen betaalde samenwerking, want ik betaal mezelf hier niet voor. Het is Triflo, leven als een artiest. Fiet Renzel. Nou, ik ben benieuwd. Rens, jongen. Triflo is op, jongen. Frek de homo. Nou. Dit is wederom Triflo. Dit is wederom Triflo. Oké, goed. Hoe viel dit eigenlijk? 1500, niet heel goed. Tante tante hoog, maar nu erg low. Microfoontje in mijn hand, als een royalist. Ik wil je tunes horen, dan ga je hier niks horen. En nog steeds met trends, ja we hebben die fans. Hebben shows, hebben bars en talentloos talent. Ben de king van je tunes en de king van je B. En dat YouTube poep, kom niet eens op de play. Kijk eens hoe ik rap. Leven als een artiest. Ik heb veel stacks. Ja, maar weet je wat het dus is? De productie is best wel leuk. Dat sorry en zo, dat klinkt allemaal best goed. Maar het ding is dat deze gast, zeg maar, ik kan echt niet zingen. En dat weet ik van mezelf. En ik kan het echt niet. Maar hij kan echt niet zingen. Of rappen, of wat dan ook. Stacks, het is eigenlijk best triest. Hij heeft stacks. Ik heb veel stacks. Het is eigenlijk best triest. Oké, maar nu komt Rens, jongens. Nu komt Rens. Ho. Hey, alles schudt in de hut. Ja, maar Engels is heel fijn. Alles schudt in de hut. Ja, maar Engels is heel fijn. 500 viewers op een song. Ik ben een reet. Het zou ik meer kunnen pakken. Ach, man, vergeet. Verkleed als clown, dat zijn echte zaken. Verkleed als clown? Verkleed als clown, dat zijn echte zaken. Beetje spelen met je fluit, dat noem ik vermaken. En ik spring met je bitch nu. Ho. Beetje van. Ho. Wat ben je allemaal aan het doen met mijn chick Rens? Godsamme Rens. Rens hoef je alleen maar te vragen. Ben je van Rens weer alleen maar te vragen naar... Dit gaan we niet accepteren. Ik heb even gezegd dat ze van Rens af moet blijven. Dat Rens een gevaarlijke man is. Hé, hey, mijn tune is weer gestegen, man. Je tune is gestegen. Ben je dan? Ja, man. 2 views. 2 views? Oh, die zit! Kijk eens hoe ik rap. We leven als een artiest. Sorry. Text. Het is eigenlijk... Hoe komen ze eigenlijk het instrument door? Ik heb eigenlijk geen idee. Bedenk me nu. Rap. We leven als een artiest. Hey, je necklace! Yes! Wat goed! Hey, Koen. Oh. Fuck die collab, man. We zijn de echte artiesten. Ja, die was goed. Ja, vond je? Nee, eigenlijk niet. Maar die van Koen. What the fuck is dat einde? Schitterend. Leuk. Mannen van Triflo. Ja, uitstekend. Ik geef hem weer een like, hoor. Dikke vette like. En hier Party Pieter. Die heeft ook zeker op stapel gek een parodie gemaakt. Toen was ik van me niet heel positief dat ik zei dat die Party Pieter heette. Dat vond ik wel leuk. Laten we maar gaan kijken. Hij ligt in bad met zijn iPhone. Het maakt niet, hoor. Allemaal geld. Briefjes van 100. Oké. Okay. Ja, maar de onderkant van de briefjes van 100 zijn, zeg maar, gewoon wit. Dus hij heeft, zeg maar, daar uitgeprint. Als hij het allemaal uitgeknipt heeft, dan vind ik het nu al dat hij veel werk in heeft gestopt. Neem even op, man. Voordat je loon verlaagt met 10%. Verschrikkelijke pauperje er bent. Oh. Dit is wederom Party Pieter. Als jij nu abonneert, dan is er geen gemieter. Ik heb een beetje dorst, maar ik drink een liter. Ja, nog steeds, ik geef die water met een gieter. Geen Ray-Ban, daar heb ik niks mee. Ik ben miljonair, je hebt geen idee. Yes! Ik champagne, ik poppers als 2. Van niet op jonge meisjes, ben geen kei van de Ray. Oh, what the fuck, dit is echt goed! Party Pieter! Kijk, Party Pieter, jongen, Party Pieter. Ik geef je nu al een like, jongen, hier, even nog één keer. Miljonair, je hebt geen idee. Ik heb dure champagne, ik poppers als 2. Van niet op jonge meisjes, ben geen kei van de Ray. Kijk, zoek graai. Meer geld dan Willem. Ik heb geen time. Ook al zou ik willen. Kijk, zoek graai. Hey,
jongen Pieter, hoe oud ben jij? Ben je 13, denk ik? Jongen Pieter, fucking goed, jongen. Ga zo door, jongen. Fucking legend. Het is de miljonair zit, dat kan er maar één zijn. Betaal dan niet de rekening, toen deed ik de date bij. Ze vinden me niet leuk, je kan er mee eens zijn. Ik had eerst geen money, maar toen was ik nog heel klein. Ik ben geen cupido en ik hoef geen boog. We lopen door de wallen, we zien 50 goos. Lopen door de wallen, we zien 50 goos. Party Pieter, rustig aan, playboy. Deze chick is lekker, oh nee, ik bloos. Ik heb ze voor het kiezen, weet niet welke ik koos. Als er ruzie is, ja dan bel ik mijn bro's. Oh, ik heb gemorst op mijn zakdoek. Ben hier aan het chillen op mijn landgoed. Yes! Verdien een beetje met die vastgoed. Ajo, boeien, dan zit het vastgoed. Kijk eens hoe graag. Zo, enge vastgoedbar. Lekker man. Party Pieter Legend. Flinke fles. Kava, geen champagne. Beetje jammer. Meer geld om Willem. Willem, ik heb geen time. Waarom zit hier nog maar piemel getekend? Ik heb Mackie, lekker. Graai, meer geld dan Willem. Oh, hij zit hier op, ik denk dat dit is een bedrijf van zijn ouders of zo. Wel mooi met kleding allemaal. Hé, hey, ik heb in mijn bed gelegen. Oh. Even kijken, hè, mijn geld is weer gestegen. Hé, hey, ja, we blijven steeds graaien. Ik hoef geen eens meer mijn eigen gras te kijk maaien. Kijk eens hoe graai, meer geld dan Willem. Ik heb geen... Jongen, echt Party Pieter, jongen. Ik heb geen time. Ook al zou ik willen. Jongen, Party Pieter, luister even. Oh, Party Pieter, jongen, ik ga even op jou abonneren. Want ik zeg het je, jongen, als jij zo doorgaat met die video's, dan ga jij echt groot worden. Legend, man. Ga door. Go on, you legend. Wat is dit nou weer? Kijk eens hoe ik draai. Lekker met mijn billen. Oh, wat zijn ze fraai. Die zou jij wel willen. We gaan niet naar vieze oude mannen kijken, daar hebben we natuurlijk helemaal geen zin in. Even kijken, nog harder dan het origineel, vraag me af om zijn nummers van de radio komen. Dieptepunt in gezien is maar wel hard. Je reactie op mijn nummer, ik ben benieuwd. Reageren op een nieuwe liedje van Koen en Yes-R. Namelijk, ik draai. Ik had net wat haalt deze vette views, joh. Als ik bedrijf was, zou ik echt met hem willen samenwerken, jongen. Ziek. Ben benieuwd wat hij te zeggen heeft. Dit is wederom K-O-E-N. Altijd bovenaan de rang is waar. Wordt dit een reactie waar niks te zeggen, hoor? Zaken doen dat wij hier niks doms horen. Wat zei hij? In niks doms horen? Nee, klokkie om mijn linkerpols als de domtoren. Wil je zaken doen, dan ga je hier niks doms horen. Enge bar. Helemaal zelf geschreven, uiteraard. Wat zegt hij nou? In niks dom horen of zo? Ja, je bent inderdaad doof. Ga door. Ik ben jullie draag Cartier. Ah. Mijn huis op de grachten, jullie zwemmen in zee. Ik ben de king voor de jeugd en de king voor je B. Ray-Ban en Cartier? Wat is dat? Ray-Ban en Cartier. Ray-Ban met R-E-B-E-N. Wat denkt deze man? Fuck hem met dit man. Cartier zijn volgens mij toch schoenen of zo? Of dat is een jas? Ja, what the fuck? Jezus, dikke vette toeter. Maar ja, deze vet ook wat toeters over dat je deze video ging kijken. En dat met YouTube, kom niet eens op tv. Kijk eens hoe ik hey, wacht, kom niet eens op tv. Scap, dit is Scap. Ik ga net even mee van. Ergens een programma. Ja, dit, hier kijk. Kom niet eens op tv. Nee, hey, dat was helemaal niet op tv, man. De edelvigeran. Kijk, is pro-acteur Koen. Ja, dat klopt. Daar heeft hij wel gelijk in. Het is wel pro-acteur Koen, maar dat was niet op tv. Gewoon pro-acteur Koen. Wat nou met je niet op tv? Vind ik wel een beetje matig, Koen. Wie back out, Daan, Dean. En ze waren nog wat reacties mensen, maar ik vind het mooi geweest voor vandaag. Stream ik draai op Spotify. Zet hem in je afspeellijst. De streams gaan. Ik moet zeggen. Lekker. Dus zet dat lekkere hutsnummer in je afspeellijst. En dan hoop ik jullie te zien bij de volgende video. Ik wil bedankt voor het kijken. En ik zeg de groeten. En oh ja. Ayo, abonneren. Draai. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik